Maar het komt helemaal goed. Ik me heb aangemeld als bloeddonor om een afspraak in te plannen. Bartman Knol. En dat dan op een spijkerbroek vind ik heel gezellig. Tada! Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag dinsdag en ik heb al wel relatief wat dingen gedaan. Ik heb een video opgenomen en geëdit. Het is inmiddels al 12 uur, ik ga zo meteen lunchen, ik heb ontbeten. Vandaag had ik eigenlijk afgesproken met Lotte van Lotte Loves Beauty, dus ook een YouTuber. Maar dat gaat helaas niet meer door omdat er een gigantische treinstoring is met betrekking tot Amsterdam en Utrecht. Het hele treinverkeer ligt plat. Ik zie ook alleen maar berichtjes daarover op Twitter voorbij komen en dan kan ik alleen maar denken dat ik heel blij ben dat ik nooit meer met de trein ga. Maar ja, dat is heel jammer. Maar aan de ene kant ook wel weer een beetje fijn, want nou kan ik de hele afwas delen en editen. En dat is wel nodig, want morgen slaap ik namelijk niet thuis. Want morgen ga ik naar Manny en Rick en dan ga ik naar het hoge, hoge noorden. Ja, daar blijf ik slapen en daar wil ik eigenlijk niet editen. Dus ik heb een planning voor mezelf gemaakt en daar ga ik me lekker aan houden. Dus ik moet vandaag 4 vlogs editen. Het zijn er aardig wat. Maar in het ergste geval zou ik donderdag ook nog eentje kunnen editen. Dus dat ik er vandaag 3 doe en donderdag 3 en dan vrijdag ook nog 3. Maar het komt helemaal goed. Ik ga er gewoon voor en ik ga er nu soms in 2 editen. En dan ga ik vanavond nog 2 editen. Komt helemaal goed hoor jongens. Komt helemaal goed. Ik ben dus gebeld met het feit dat ik me heb aangemeld als bloeddonor, maar ik zag 0800 staan en ik denk van ja, ik ken helemaal geen 0800 nummer. Dus ik heb hem niet opgenomen, maar nu weet ik dus waarvoor, dus ik ga meteen over terugbellen. Welkom bij Sanquin. Bent u donor? Houd dan uw donornummer bij de hand. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft. Goedenavond, u spreekt met Jill van Doren. Ik was net gebeld omdat ik me heb aangemeld als bloeddonor om een afspraak in te plannen. Oké, toen is je verbinding gebroken of gebeurde er wat anders vanavond door? Nee, ik heb het telefoontje gemist, dus ik hoorde het in de voicemail. Oké, u bent gebeld. Ja. Ik begrijp het. Weet je misschien wat uw donor van ons is? Dan kijk je wel eventjes... Ik weet niet, waar kan ik voorzien? Had u al een donorpas? Nee, heb ik nog niet, want ik heb me ook zeg maar verder aangemeld als donor die dag. Alles in één klap eigenlijk. En mocht er nog vragen in u opkomen, dan kunt u natuurlijk gewoon altijd contact met ons opnemen. Ja, is helemaal goed, dankjewel. Oké, u bedankt. Hey, fijne avond. Doei doei. Doeg. Nou, het duurt nog wel even voordat ik een afspraak heb. Want ik heb pas ergens eind februari een afspraak. Maar ik vind het wel spannend. Maar ik ga als het goed is ook volgende week een keertje met Chloe mee. Dus ja, alleen maar heel erg goed eigenlijk dat ik dan pas ingepland kan worden. Want dat betekent dat er heel veel mensen zich hebben aangemeld als bloeddonor. En dat is natuurlijk alleen maar super. Ik heb bloemkoolschotel gemaakt. En die ziet er erg lekker uit, al zeg ik het zelf. Wat vind jij ervan? Bartman Knol. Ik heb gemaakt. Echt wel? Ik weet niet zien. Woehoe! Ik heb mijn hele to-do-listje af. En alle titels en alles gedaan. Helemaal top. Dit is er nog over van het avondeten. Dat moet ik straks even laten... Ik moet het eerst even laten afkoelen. En daar doe ik het een bakje. En dan eet Milan het morgen. En Wesley en Colijn zijn onderweg. Want wij gaan zo meteen namelijk Harry Potter kijken. Deel 4. Eindelijk. En dan hoop ik dat we ook snel zeg maar door Harry Potter heen gaan. Ik heb ook een hele leuke uitnodiging gekregen voor een Harry Potter event in Utrecht.
Dus een opening met allemaal decor hebben ze nagemaakt. Zo'n soort van Harry Potter museum. En daar zou ik wel heel graag met hun naartoe willen. Dus dat ga ik ze soms dan ook voorstellen. Want hun zijn natuurlijk wel mijn Harry Potter maatjes. En ik wilde eigenlijk ook Tom meenemen. Want ik mocht 3 mensen meenemen. Of zelfs 4. Maar Tom die kan helaas niet. Dus dat is wel heel jammer. Maar ja, we kunnen ook gewoon lekker met z'n drieën. Wij hebben dus net weer een filmpje gekeken. Harry Potter. En Wesley en Klein zijn weer naar huis. We hebben echt alleen maar die film gekeken. Dus verder ook niet echt veel interessant om te vloggen. Maar we gaan nu heel even... Oh, deze hoeft helemaal niet aan. Heel even dat eten van Milan in een bakje gooien. En daarna ga ik lekker naar bed. Morgen op sporten. Het is echt... Ik heb echt nu het gevoel dat ik al super lang niet ben geweest. Omdat we maandag dus niet zijn geweest. Dus ik ben nou 4 dagen niet geweest. Zal ik voorheen nooit sporten. En toen viel mijn camera uit, want mijn camera vond ik ook, maar mijn kaart zat vol. En mijn andere kaart zat ook vol en ik moest nog wel even wat bestanden overzetten. Dus dat heb ik net wel even gedaan. En het is nu 11:55. Ik ga naar bed, want ik moet morgenochtend sporten. Ik heb trouwens, dat kan ik nog wel even laten zien, dat is wel leuk. Zet ik jullie even neer. Ik heb namelijk een bestelling gedaan bij Pool & Bear. En... Oh, dat gaat niet helemaal goed. En ik dacht, ik kan even snel laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Allereerst dit shirtje. Dit is Milans lievelingsshirtje. Ik vind hem zelf persoonlijk ook heel erg leuk. Dat is namelijk deze. En er staan allemaal... panters op. En dat dan op een spijkerbroek vind ik heel gezellig. Dan heb ik nog meer gekocht. Ik heb namelijk nog een mom jeans gekocht. Ik ben helemaal fan van de mom jeans, zoals je de afgelopen tijd hebt kunnen merken. En dit is een hele bijzondere, want hier zitten allemaal van die ringen aan de zijkant. Helemaal tot aan het eind. En dat is open. En dat is een beetje alternatief, maar ik vind dat persoonlijk wel leuk. Dus een mom jeans. Dus die heb ik ook gekocht. Daarnaast heb ik ook een nieuwe liefde ontwikkeld voor velvet. Dus dat is een beetje dat velvet stofje wat nu helemaal hot en happening is. En daar heb ik deze body. Dan kun je dan aan de onderkant sluiten. En dit is de rug. Dan heb ik ook nog een broek. En dat is deze. Het is een lege groene broek. Waarom ik deze precies heb gekocht weet ik niet meer. Maar al die broeken kosten helemaal niks, want ze hebben namelijk een gigantische sale overal. Dus waarschijnlijk is dat het gewoon. Dan heb ik een lekkere trui met New York City. Helemaal top. En ik vind de kleurtjes ook heel erg leuk. Dan heb ik nog sokken besteld. Deze. Want ik vind het namelijk heel erg leuk als je bijvoorbeeld Dr. Martens draagt of zo, dat dit er dan net bovenuit komt. En ik heb ook nog deze. Deze. Met hetzelfde idee. En deze. En als laatste, mijn favoriete item, dat is deze grote herenjas. En hij is nu wel echt wat koud. Het is min fucking 7 buiten. Maar ja, dit is een hele lange herenjas. Ik heb nu natuurlijk wel een vest aan, maar dan zit hij zeg maar zo. Ik ga hem morgen wel aandoen als ik naar Amerika ga. Tadaa! Dus nu mijn hele kledingkast netjes is, kan ik alles lekker meteen opruimen en in de kast doen. En Chloe die heeft ook nog wat besteld. En die heeft dit hele leuke blouseje met allemaal mini dinootjes. Ik ben stiekem wel een beetje jaloers nu. Had ik hem ook maar besteld, ik vind hem erg leuk. Ik lig lekker in bed. En ik heb een beetje een onrustig gevoel in mijn lijf. En ik weet niet zo goed waarom. Ik kan het ook niet plaatsen, er is ook niet iets waar ik zenuwachtig voor moet zijn, maar heel stom. Ik vind het in ieder geval geen fijn gevoel. Echt alsof je gewoon zenuwachtig bent ergens voor. Maar ik ga lekker slapen, morgenochtend sporten en daarna naar Mandy en Rick toe, waar ik heel veel zin in heb. Er schijnt echt in Groningen nog, ik weet niet hoeveel sneeuw te liggen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar het komt allemaal goed. De wegen zullen vast en zeker goed gestrooid zijn. Dus, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Want ik zit alleen maar zo. Oh.
Is dit nou serieus? Ja, dit is serieus. Ik heb geen zoden. Pipje. Pipje is een moe puppy, hè? En dan kun je hier je telefoon in leggen. Ja, dat was eigenlijk goed.